Rick. Kom binnen. Dankjewel. Jij wilde een kijkje achter de schermen. Ja. Ga je krijgen ook. Zullen we meteen beginnen? Ja. Dit is natuurlijk... een warm welkom. Welkom hier. Ik ook. Super. Het is vrijdagmiddag. We gaan eventjes, nu kan het nog, achter de schermen kijken wat er allemaal te zien is bij het Formule 1 café. Helemaal top. Het is nog stil in de kleedkamers. Deze is van Rob. Hier ergens hangen ook zijn kleren. Dat kunnen we over de schermen kijken. Rob Kampus heeft er twee zelfs, hè? Hij heeft er twee. Rob Kampus heeft twee hokjes. Als enige heeft hij twee hokjes voor zijn kleding. Zo. Nou. Oké. En over belangrijk gesproken? Hè? Ja. Hebben we allemaal nodig. Wat ligt de studio in? Top. Studio 11. Oh, pst. Dankjewel. Het is pas vrijdagmiddag, nog niet zo gezellig als het vrijdagavond is, maar zo zie je een beetje hoe het... Een paar lampjes, hè? Om alles mooi zichtbaar te maken. En jij kent het hier natuurlijk, want jij hebt hier op deze stoel gezeten. Ja, dat klopt, ja. Voor mij van de eerste uitzendingen dit jaar was jij de bargast. Ja. Van Bodegraven, Bas, welkom. Ja, jij bent, ik noem jou maar even beroepsfan. Ja. Mensen die verbazen zich wel eens waarom al die... Ja, jij weet het, de bar doet het ook echt. Ja, ik heb er letterlijk van geproefd. Kijk, hartstikke goed. Ja. Dit is de stoel van Rob. Die is er nog niet. Nee, die komen allemaal straks. Hier zit Robert Doornbos. Oh, daar zit Robert Doornbos normaal. Hier zitten Tom of Tim. Ja. Het is nu de vrijdag van de race in Abu Dhabi. Nu is Tim is hier straks. Ja. Want Tom zit in Parijs. Hier zit Chris Segers. Als derde gast. Topgast. Die weet ook heel veel van de sport en is ook heel enthousiast erover. En hier. Dit is dus dat mooie scherm. Tijdens de uitzending worden daar allemaal dingen geprojecteerd. Maar nu dus... Dit is wel een programma. Dit is waar we onze rijders met het hele silly season verhaal, seizoen 2018. Hebben hier van die poppetjes, die hangen er nu nog niet. En Ferrari, en Rijkoon en Vettel, daar konden we mee studeren. En natuurlijk al die foto's op de achtergrond. En natuurlijk... The one and only. The one and only hoek voor de twee race simulatoren. Ja. Je ziet zelf bezig met alles te installeren, er komt nog een scherm daar natuurlijk. Die van Robert die wordt afgesteld dat hij altijd wint ofzo? Of nee, het is nu een spannende avond, want ik zei al, het is de race van Abu Dhabi. En het staat voor mij 10-9, staat Robert achter. Oh. Dus hij zal heel gespannen zijn, dat is hij gewoon. Hij kan oud Formule 1 coureur zijn, maar hij wil dit echt winnen. Dus degene die tegen Robert moet vanavond, dat weten we nog niet wie dat is. Oh. Die moet echt wel wat gaan doen. Want momenteel, nu vrijdagmiddag terwijl jij dit filmt, wordt er nog wel echt een competitie gedaan in Hoogkaterijnen is dat. En de 10 beste daarvan, die gaan naar Haarlem. En de winnaar daarvan, die wordt echt hiertoe ingevlogen met de auto. Ja. Dan weten we niet wie het is. Dan krijgen we ook mensen pas door om 8:30, 9:00 uur s'avonds en zo. Dus dat gaat echt in één klas. Dat is voor hem of haar ook spannend natuurlijk, want die weet het ook niet van tevoren. Nee, die weet het ook niet. En als het nou 10-10 wordt, shootout? We moeten nog over nadenken hoe we dat gaan oplossen. Ja. Dan kijken we wel eventjes wat we doen. Nou, daar komt dat tweede scherm aan de gebruik. Oh, ja. Ik zal je even meenemen naar boven, zoals wij dat doen. Ja, super. Gaan we doen. Dankjewel. Bas. Hoe is het, Rob? Goed, ja? Ja? Ja, goed. Dankjewel. We hebben onze vriend. Oh, dat ben je al gaan doen, ja. Hey Bas. Hi Ron. Stel maar, ben je al live aan het uitzenden? Nee. Nee, dat wordt allemaal eerst gecheckt. Hey Ron. Alles goed?